Dat wat je hier ziet, is een plasma. En daarmee maken we landbouw duurzamer. Want het is een misverstand dat landbouw helemaal niet duurzamer kan. Hoe deze tool daarbij kan helpen, leg ik je uit hier in de werkplaats. Of het nou gaat om aardbeien, broccoli of aardappelen. Al ons plantaardige voedsel heeft 4 elementen nodig om te kunnen groeien. Licht, water, koolstofdioxide, CO2 dus, en mest. Het licht geeft de planten energie om van water, CO2 en voedingsstoffen uit de mest nieuwe cellen te maken. Vroeger gebruikten we als mest vaak de poep van koeien, varkens en ander vee. Maar in de vorige eeuw ontwikkelden scheikundigen een alternatief. Kunstmest. Dit veroorzaakte een revolutie in de landbouw. Sterker nog, zonder deze kunstmest zou de helft van de wereldbevolking nu niet eens te eten hebben. Maar kunstmest is om meerdere redenen niet goed voor onze planeet. De productie ervan is bijvoorbeeld niet duurzaam. Het maken van kunstmest kost heel veel energie. En de belangrijkste grondstof voor de productie is ook nog eens aardgas. Je maakt het door in een heel ingewikkeld en omslachtig proces aardgas, methaan, samen te brengen met water en stikstof. Die stikstof, daar is natuurlijk veel over te doen, maar het is ook de belangrijkste voedingsstof voor planten. Mest en kunstmest bestaan voor een groot deel uit stikstofverbindingen. Een kunstmestfabriek maakt eigenlijk eerst ammoniak. Dit molecuul bestaat uit 3 waterstofatomen en een stikstofatoom. Ammoniak is een stikstofverbinding waarmee je vervolgens uiteindelijk een kunstmest kunt maken. Maar bij het maken van ammoniak heb je restproducten. En de belangrijkste daarvan is dit, CO2. Het gas dat zo'n grote rol speelt in de opwarming van de aarde. Daarom hebben we een alternatief proces ontwikkeld waardoor er bij de productie van kunstmest geen CO2 meer wordt uitgestoten. Daarbij is geen aardgas meer nodig, maar wel elektriciteit. En als je die elektriciteit haalt uit bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie, dan kun je kunstmest echt veel duurzamer produceren. Om met elektriciteit kunstmest te maken, heb je 3 dingen nodig. Water, de stikstof uit de lucht en een plasma. En je moet bij een plasma niet denken aan een bloedplasma, want dat is een ander verhaal. Het plasma lijkt op wat we een toestand noemen. Een stof kan vast, vloeibaar of gasvormig zijn. Maar je kunt een gas, zoals lucht, ook kapot maken. En als je dat op een bepaalde manier doet, dan krijg je wat we noemen een plasma. Daarvoor moet je weten dat er tussen al die moleculen die we net ook al zagen, zoals bijvoorbeeld CO2, zuurstof en stikstof, ook nog losse deeltjes zweven. En voor een plasma hebben we 1 bepaald soort deeltje nodig. Elektronen. Om een plasma te maken, moet je ervoor zorgen dat die losse elektronen harder gaan bewegen. En dat doe je door een hoog elektrisch veld te maken. In gewone mensentaal, je zet de boel onder spanning. Een elektrisch veld kun je niet zien, maar je kunt het vergelijken met bewegende lucht. Die kun je ook niet zien, maar hij is er wel. Als we doen alsof dit veertje een elektron is, dan zie je dat hij, als er maar weinig spanning is, best rustig beweegt. Maar als we de spanning opvoeren, dan voegen we meer elektrische energie toe. En nu zie je dat het veertje veel heftiger reageert. Met elektronen is dat net zo. Als je met een hoogspanning een sterk elektrisch veld maakt, gaan elektronen heftiger bewegen. De elektronen gaan dan heel hard tegen moleculen botsen. En dan kunnen er meerdere dingen gebeuren. Moleculen kunnen bijvoorbeeld uit elkaar knallen. Ze vallen onder andere uiteen in losse atomen. En het is niet voor niets dat die normaal gesproken nauwelijks los voorkomen. Atomen willen zich namelijk heel graag binden met andere atomen. En op die manier kun je nieuwe moleculen maken. En dat gaan we doen als we met plasma kunstmest maken. Hier de ingrediënten. Water, stikstof en zuurstof in de lucht om ons heen en een apparaat om hoogspanning mee te maken. Dit is een model, maar in het echt gaat het om een hoogspanning van zo'n 50.000 volt. Als we het apparaat aanzetten, dan staat de hoogspanning tussen deze pol en deze pol. Hier bevindt zich nu een elektrisch veld. En dat kun je zien als ik er een TL-buis bij hou. Die gaat vanzelf aan. Het elektrisch veld activeert de elektronen in de TL-buis. Maar ook hier. Hier is nu een plasma. De hard bewegende elektronen laten watermoleculen en stikstofmoleculen uit elkaar knallen. En de atomen uit die kapotte moleculen komen in het water weer bij elkaar. In een andere samenstelling. Een molecuul met 1 stikstofatoom en 3 zuurstofatomen. Dit is nitraat, het belangrijkste onderdeel van kunstmest. Eigenlijk hebben we met een plasma het water opgewaardeerd. Het is nu plasma behandeld water geworden. Water waar nitraat in is opgelost. En het mooie is dat je voor zulke kunstmest helemaal geen grote fabriek nodig hebt. In principe zou ieder boerenbedrijf het zelf kunnen doen. Want elke boer heeft water, lucht en elektriciteit.
en een plek om zo'n apparaat als dit, maar dan groter, neer te zetten. Je zou je kunnen afvragen, als het zo simpel is, waar wachten we dan nog op? Dat heeft vooral te maken met twee dingen. De eerste is regelgeving. Europa heeft strenge regels op het gebied van milieu en veiligheid. De EU wil bijvoorbeeld precies weten wat de invloed is van zo'n nieuw product op de natuur. En of zo'n machine waar stroomstoten van 50.000 volt in worden gemaakt, veilig is. De andere reden is dat dit proces duur is. Het maken van kunstmest met een plasma kost nu nog meer energie dan het ouderwetse proces met aardgas. Maar als je het met duurzaam opgewekte energie doet, is het dus toch beter voor het klimaat. Zegt jouw horloge of telefoon ook altijd dat je niet goed slaapt? Ik ben Sebastiaan, slapenonderzoeker. En laat je zien waarom je de metingen van dat soort apparaten met een grote korrel zout moet nemen.